Rocky Heyakaya, oudspeler van het Nederlands elftal, heeft in de kerstvakantie voetbalclinics gegeven aan jonge meiden in de wijk Montagna. Met het nieuwe Favela Street Curaçao project werken ze aan de acceptatie en groei van de sport en de meisjes. Dus het is een programma van 2 jaar waarbij ze... Waarbij we steeds stap voor stap verder gaan. En om een voorbeeld te noemen, uiteindelijk gaan we in op storytelling. Wat is jouw verhaal? Want iedereen heeft een mooi verhaal. Iedereen heeft ook een missie. Kan iets heel klein zijn, kan iets heel groot zijn. En we leren ook de jongeren om dat verhaal op te schrijven, dat uit te dragen. Om zo eigenlijk achterban te creëren in hun community. Shadriana Gravil Bitorina is betrokken bij het project als buurtcoördinator van Montagna. De bedoeling is dat wij eigenlijk het mensen een betere perspectief kunnen bieden wegens de uitvoering van verschillende projecten en activiteiten vanuit de urgentieprogramma. Voetbal vind ik bij uitstek een sport waarmee je weerbaarder wordt, zeker meisjes. Daar is ook onderzoek naar gedaan door de UEFA. Maar voetbal is ook een sport waarbij je leert om samen te werken. Want als ik jou niet aankijk en jij niet mij niet aankijkt, kunnen wij niet de bal naar elkaar overspelen. Dus samenwerken is ontzettend belangrijk, maar ook successen ervaren met sport. In mijn geval is het voetbal, het kan ook dans zijn, muziek. Maar er zijn zoveel dingen die je op het veld kunt leren, die je ook buiten het veld goed kunt gebruiken. Vanaf januari zijn ze op zoek naar verschillende soorten meisjes en jongeren die aan dit programma willen meewerken. Nou ja, als dame zijnde wil ik ook die andere dames, ook dames, jonge tieners, allemaal willen uitnodigen om mee te doen aan deze mooie gelegenheid dat wij krijgen in Montagne. Dus ik ga iedereen motiveren, alle dames motiveren om mee te doen aan het Favela Street. Zeker weten. Leuk.